Welkom bij de hoogtepunten. Welkom bij de hoogtepunten. Ook namens deze alpaca. Ja, er is echt hier natuurlijk weer een confettibom van je welste ontploft, hè? Foutenmaat is begonnen met de foute 1500 en natuurlijk de foute party. Eerst eens even terugblikken op de afgelopen week. Waarin heel leuk babynieuws zat en het heeft niks te maken met mij. Veel plezier. Mattie en Marieke. Kijk, ik heb me gewoon vrolijk verbaasd over de vakantie van Joe. Het ding was, ik kreeg tips voor snorkelen. Ik had nog nooit gesnorkeld. Dus ik lig lekker uren in dat water. Maar niemand vertelt je dat je met een shirt aan moet snorkelen. Ik ben gigantisch verbrand. Mijn hele rug. Och jongen, ik zie helemaal nog. Rood. Oh, ik zie het nog. Ja. Oh ja, joh. Och, hemel. Vraag ik daarna weer tips. Dan krijg ik massaal binnen. Karnemelk of yoghurt moet je op je rug smeren. Ja. Ja, had ik nog nooit gehoord. Ik ook niet. Dus ja. ik sta zo gebukt in die douche. En dan staat Old, mijn vriendinnetje, staat met zo'n slalepel. Staat dus vanillejoghurt op mijn rug te scheppen. Oh, Joe. En heb ik dus daarna nog een kwartier zo het een beetje staan in laten trekken. En maar heeft het gewerkt? Nou nee, want het was de verkeerde yoghurt. Het had zure yoghurt moeten zijn. Die zure helpt alweer. Dus ik heb ook voor niks helemaal laten insmeren als een benootje toetje. Hey, maar Joe, vond je het een goed idee om dat ook op Instagram te zetten? Dat is een onsmakelijke foto, ja, hoor. Ja. Oh ja, vond je niet lekker? Nou, ik vond het uitzien alsof je een 18-plus feestje op je rug hebt gehad, zeg maar. We waren afgelopen zondag naar een festival. Twee vriendinnen en ik. Ja, mama was uit. Ja, dat ga je dat nou altijd zeggen als ik weg ben? Nou, ik heb iets in mijn tas. Je hebt iets in je tas. Melk. Nou, mama. Op een gegeven moment vindt mijn vriendin Anika een witte zonneklep. Lag op het festivalterrein. Zij pakt die uit enthousiasme op en zij zegt... Dit moet jij opdoen. Dit gaat jou geweldig staan. Ik heb hem dus nu mee. Zet hem op. All right. Ja. Leuk met die tennis. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het te gek. Ja? Ik vind het helemaal te gek. Nee, ik zeg klep op. Ik krijg gelijk zin om milkshakes bij je te bestellen. Ik vind ook... Het maakt je wat ouder. Oké, redactie zegt klep af. Beetje moeder. Moeder. Ik vind het echt een beetje moeken. Okay. Nou, ik heb dus... Inderdaad heel bijzonder in Amsterdam, wel een tuin. En ik had wat vriendinnen op bezoek zondagmiddag uit de provincie... maar die wilden per se barbecuen in het park. Want dat is zo leuk Amsterdams, dat vind ik zo leuk, zo lang niet gedaan. Dus wij lopen naar het park en het park naast mijn huis... is het enige park in Amsterdam waar je dus nog vrij mag barbecuen. Oh ja. Nou jongen, daar komt me een walm tegemoet. Je kan beter een tent opzetten naar Statastiel. Dat is bijzonder. Dat is echt waar. Nou goed. Barbecue aangestoken, vier vrouwen, duurt natuurlijk ook een half uur of langer. Op een gegeven moment, de eerste worst ligt erop, gaat de eerste. Moet eigenlijk naar de wc. Mag je sleutel, ga ik naar huis. Nou, oké. 10 minuten heen, 5 minuten terug. Zitten we met z'n drieën. Gaat de volgende. Moet eigenlijk ook naar de wc. Als jij gaat, moet ik ook. Nou, oké. Totaal ongezellig. Ik zeg, jongens, wie houden we hier voor de gek? Kon elkaar bijna niet verstaan. Vliegt weer een bal over die barbecue. Zullen we naar huis? Ja, laten we naar huis gaan. Uiteindelijk thuis die barbecue op mijn tuin gezet. Wat een gedoe. Waarom is Tina eigenlijk niet de eerste artiest? Had al vorige week gemoeten, Annie. Ja, maar zoals Rijn van de Week was dood. Wat zeg je? Zoals al Rijn van de Week was dood. Baby heeft. Is gaan eenmaal tuin op de buik. Houd de kist. We spelen vier op een rij met Sam. Het laatste woord... is geld. Bank. Nee joh! Nee joh! Dat is goed! Nee! Ik word helemaal gek joh, Jezus! Bij ons op de redactie werkt Kiki. Nu is zij op vakantie en hebben we op haar plek Koen. En nu heeft Kiki dus naar Koen een mail gestuurd met dingen die hij moet weten over deze show. Oh, een overdrachtje. Ja, een overdrachtje. Wat goed. Nou ja, toen ik het las, dacht ik... Goh, we zijn in die 1000 shows Mattie en Marieke toch wel heftig erg geworden. Veel eisend misschien. Ja. Het gaat niet over mij. Jij zit er ook in. Echt niet. Jawel. Je kan jezelf niet meteen onttrekken aan deze mail, Annemarie. Daar spreekt ook een soort angst uit. Ik ben helemaal nergens bang voor. Kiki schrijft... 'S ochtends doe ik altijd het eerste koffierondje als de show begint. Let goed op, uitroepteken. Mattie wil 2 bakjes koffie in de Mattie en Marieke mok. Passen precies 2 bakjes in 1 mok. Marieke wil gemberthee in het grote glas. Gember moet dun gesneden. Annemarie, bak je koffie in een gekleurd glaasje met een scheutje koemelk. En een theetje, het liefst gewoon Earl Grey of groen. Let op, lang laten trekken, uitroepteken. Tom,
wil het liefste een theetje, iets van Forest Fruit, Earl Grey of groen. Let op, kort laten trekken. Tussen haakjes, maar niet te kort. En dan staat er bij Joe, pakt zelf. Wij worden hier continu beticht van angstcultuur. Alles wat wij hier doen is continu maar angstcultuur. Ja, wat een onzin. Ik vond meteen wel iets te licht. Hoe oud zou jij willen worden? In mijn hoofd heb ik altijd dat 89 een mooie leeftijd is. Mm. Best wel oud. Ja, maar alles eronder vind ik echt jong. Ja? Nou. 86. Is ook oud hoor. Nou. Vind je 86? Dat is al bijna. Dat houdt toch op. 86 is al bijna. Nou, niet meer. Let daar maar op. Je knippert twee keer met je ogen. Ben je 70? 85 vind ik mooi hoor, Max. Ik zit ook 86 te denken. Gaan we, wij schuiven het heel erg op, hè? Arnie is blij dat ze volgende week haalt. Wie zegt dat? Joe. Bij de hand doen, jij. Koen, wil je heel even naar de intercom van Tom lopen? Want ik heb even een vraag aan jou. Koen die heeft namelijk iets in het draaiboek moeten zetten op initiatief van Marieke. En die weet niet precies wat hij in het draaiboek heeft gezet. Ja. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heet het wat jij in het draaiboek hebt gezet? Sukkel of sul. Ja, sukkel of sul. Jij weet niet wat het is? Ik heb echt geen idee. En normaal, als je hier langer werkt, zou je dan tegen Marieke zeggen, want dat is af en toe nodig. Goh, wat is hier precies de bedoeling van? Ja. Koen, dat heb jij niet gedaan. Nee, dat klopt. Nee. Ik wil ook voorstellen dat jij dat proefondervindelijk gaat vaststellen. Dus jij bent de kandidaat in dit spel. Oh. Nou, Koen, het werkt als volgt. Ja. Het is dus aan jou de vraag, wat zeg ik? Zeg ik hier sukkel of sul? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Sul? Mag ik nog één keer? Nee, ik heb het nou gezegd. Sul. Nee, ik zeg sukkel. Ja, Nee, geef niet, hint het niet. Het begin is altijd lastig in dit spel. Komt ie nog een keer, komt Koen? Komt ie maar. Sul. Sul. Nee, niet sukkel. Ik zei sukkel. Ja. Nee, ik ben ook eerlijk. Ja, hoe is het te checken? Ik bepaal van tevoren wat ik ga zeggen. Dus ik moet van tevoren echt bepalen. En dan komt het mijn mond uit. Oké, okay, maar wil je het even opschrijven wat je nu gaat zeggen? Ja, dan? Want ik kan ook zeggen, hoeveel vingers hou ik achter mijn rug? En Komt-ie? Ja. Sul. Sukkel. Nee, ik zei sul. Ja. Jij wil iets op tafel leggen, ter sprake brengen. Ja, eigenlijk tegen jullie ben ik een beetje teruggesteld. Wat scheelt er? Ik heb het al een paar keer in de show benoemd. Jullie hebben het niet gezegd. Je hebt geen reactie gegeven. Dat vind ik gewoon irritant. Ja, luister maar mee. Ja, wat jullie niet gehoord hebben, denk ik. Hey Joe! Ik ben weer terug. Good morning! Joe, je hebt een stukje frustratie mee? Word ik nu met de dag dommer of hoe zit het? Je hebt een neusje voor hits natuurlijk. Vader Abraham schreef in de jaren 70. Ik ben weer terug, good morning. Word ik nu met de dag dommer? Vader Abraham schreef. Ik ben weer terug. Word ik nu met de dag. Vader Abraham. Word. Vader. Wat? Ik word vader. Oh, oh toch? Echt waar? Echt waar? Dat meen je niet. Ja? Nou, vriend, kom hier. Oh, echt? Oh, jongen. Oh, leuk. Geweldig. Maak eens plaats, kom. Oh, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Oh, ik vind het zo leuk. Echt goed meegenomen. Nou, ja. Ik vind het echt superleuk. Sorry hoor dat ik moet huilen, maar dat is echt, vind ik echt geweldig. Ik snap nu dat ik teleurgesteld ben. Dat jullie dat we dit nou niet hebben gehoord. Ja, dat is toch gek? Het was toch hartstikke duidelijk? Hey. Oh, nee. Maar je bent zelf nog een kind. Yes. Einde van de video, je hebt het gehaald. Wist je dat slechts 63% van de mensen deze video ook echt helemaal uitkijkt tot het einde? Echt? Ja, 37% is blijven. Nee joh, ja. Strijder! Ja. Hey, abonneer! Abonneer, zou ik echt doen. Mattie en Marieke. Q Music, Mattie en Marieke.